Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 29 juli. Leuk dat je meekijkt na een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen de woonkamer doen en ik ga ook het nieuwe kleed neerleggen. Daar ben ik zelf ook wel heel erg benieuwd naar. Ik heb gisteravond Beter Laat dan Nooit gekeken. Dat was de laatste uitzending en was mooi. Het is leuk om nu ook reeks 1 te hebben gezien. Nadat ik reeks 2 had gezien, vond ik het toch wel interessant om ook reeks 1 te volgen. En die is dus nu afgelopen. Daarna heb ik Bureau Burgwallen gekeken. Dat vond ik wel wat heftiger. Ze waren onder andere bij een wedstrijd van Ajax. Nou ja, in de binnenstad dan. Die moesten tegen een buitenlandse club. Ik weet zo even niet meer tegen welke club. En dit is natuurlijk allemaal al best wel lang geleden. Want het is een herhaling. Maar ik heb dit programma nog nooit gezien. En ik kijk natuurlijk wedstrijden vanaf mijn eigen bankje. Op mijn eigen tv'tje. En ik heb altijd wel, in mijn hoofd gaat er altijd wel zoiets rond van, nou, het kan wel weer eens wat gedoe opleveren. Hè, als een van de twee clubs winnen. Vaak zijn de supporters toch best wel hard. Maar je kan je er eigenlijk ook geen voorstelling van maken. En ze waren dus nu in de binnenstad en ze proberen zelf ook een stukje van de wedstrijd op te pikken, zover dat dat kon. Maar eigenlijk begonnen er al vrij snel relletjes. Maar je ziet dus ook dat het eigenlijk voor de politie zelf gewoon te gevaarlijk wordt om daar aanwezig te zijn. Om dus echt daadwerkelijk op een gegeven moment in de stad aanwezig te zijn, dan moet de ME eraan te pas komen. Ja, dat is toch best wel heftig om dat zo te zien, zeg maar. Nu weet je een beetje wat daar dus achter schuilt en hoe dat eraan toe gaat. En ja, dat is best wel een dingetje. Maar goed, het was wel interessant verder. Maar het is best wel een heftig programma. Maar desondanks toch wel mooi. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb de team gekeken. Ik vind het steeds spannender worden. Ik heb wel echt iets van, het is wel een serie vanaf 16 jaar. En dat snap ik ook wel. Want er zitten best wel heftige scènes in. Ja, ook met de afgeknipte vingers. En oké, ondanks dat het nep is, hebben ze het best wel goed gemaakt. Waardoor het heel echt lijkt. Dus ja, het is best wel heftig. Maar ik vind het nog steeds wel heel erg mooi. Ik heb daarna nog even Rex gekeken. Het was alleen vervelend. Op een gegeven moment kreeg mijn televisie onderhoud. Althans het kastje van T-Mobile. En dat deden ze al vrij vroeg op de avond. Dus dat was een beetje jammer. Waardoor ik op een gegeven moment niks meer kon kijken. Ik zat even de Vlaamse pot te kijken. En op een gegeven moment kreeg ik een melding van er is onderhoud. Dus dat was een beetje jammer. Maar goed. Het was verder een lekker rustig avondje. En dat is prima. Ik heb mijn workout weer gedaan. Het was best wel zwaar. Ik voelde de banden van mijn buik heel erg. Terwijl ik nu geen buikspieroefeningen doe. Maar je moet een paar oefeningen ook op je buik doen. En dat voel je wel. Mijn benen voel ik ook iets meer. Maar goed, als dat het ergste is. Ik ga zo even een muziekje aanzetten. Dan ga ik eventjes een sopje maken. Dan ga ik de woonkamer eens even doen. Ik heb gisteren de zwarte was gedaan. Die hangt hier ook. Dus dat is top. En dan ga ik eventjes de woonkamer doen. Daarna nog even een bullet journalen. Het is nu wel de week van de rustige schoonmaak. Dus op zich is dat ook wel lekker. Ik ga even een kleed wassen. Er ligt wat spugel op. En ik had eigenlijk nog de overige kleding in de handwas willen doen. Maar het kan eventueel daarna of morgen wel. Dus ik ga dus het nieuwe kleed neerleggen. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar hoe de katten daarop gaan reageren. En ik ga eventjes wat dingetjes doen. Dus ik zal jullie erbij zetten. En dan ga ik aan de gang.
het eindresultaat met het kleed. Ik ben er heel erg tevreden over. Hij komt best ver de kamer in, maar ik vind het wel leuk en dan staat hij zo bij de bank. Dus ja, ik vind het heel erg leuk zo. Eventjes wat warmer en net weer wat gezelliger in huis. Zo, katjes hebben net gegeten. Ik heb inmiddels ook even het raam dicht gedaan, want ik kreeg het wat fris. Dus dan is het nog twee om die te sluiten. Ik heb nog even wat geknutseld, dat was wel leuk. Heb ik jullie verder ook niet bijgezet, maar ik ben wel weer even wat verder gekomen. En ja, ik ben verder eigenlijk wel tevreden. Weer lekker een schone woonkamer, dat vind ik altijd wel fijn. Dus ja, dat is altijd wel weer een blij moment. Ik ga zo nog even lekker relaxen en vanavond ga ik de vlog uploaden of klaarzetten voor morgen. Ik moet nog een thumbnail maken, ik moet mijn review schrijven. Verder kijk ik Steenrijke Straat Armen en ik kijk een programma terug. Dat was op SBS 6 maandagavond, dat heb ik opgenomen. Dat zijn een paar jongeren die gaan bij de oudere mensen met dementie, die gaan ze helpen. Maar ik weet even niet zo goed hoe het programma heet. Dat zal ik je morgen vertellen, want ik weet het nu echt eventjes niet. Verder ga ik verder met het team en Rex. Ik had een beetje donkere make-up op vandaag en dat kwam. Ik had een blush getest en dat was een creamy blush en die was zo heftig. Ik had zo'n rode vlek op mijn gezicht. Ik dacht, ja, of ik moet alles eraf houden. Toen had ik er dus wat foundation overheen gedaan. Dat heeft het bedekt. Maar vandaar dat het allemaal wat donkerder lijkt. Dus ik was er ook niet heel tevreden over. Maar dit was even de beste manier om het te coveren. En ik had zoiets van, weet je, ik zie vandaag toch geen mensen. Dus op zich maakt het niet uit. Dus dat. Voor de rest eigenlijk ook weinig te melden. Ik ben blij met mijn vloerkleed. Even afwachten hoe de katten er verder op reageren. Ze lagen er straks wel op. Dus nou ja, goed. Dus eventjes afwachten gewoon. Ik heb ook even het zeeppompje bijgevuld. Dat nieuwe die ik in de vorige Action Shop nog had laten zien. Heb ik nu ook die zeep ingedaan. Dus dat is ook wel. Is dat ook weer wat gezelliger. Straks even lekker douchen en eten. En vanavond de bank op en het spelletje kijken. Maar daar heb ik wel zin in. Dus ik ga jullie bij deze dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 30 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb mijn workout gedaan. Dat heb ik voor jullie gevlogd. Dus dat zal ik hierna even laten zien, de beelden. Zodat je een beetje een idee hebt wat ik dan doe. Ik heb straks therapie. En heb ik er zin in? Nee, ik ben heel eerlijk. Ik heb er niet zo heel veel zin in vandaag. Ik heb toch 3 weken eigenlijk er niet zo aan hoeven denken. Behalve omdat ik wel moest letten op de oefeningen die ik moest doen. Maar ja, het was, je zat even niet aan de tijd verbonden van, oh ja, dan moet je klaar zitten, want je moet weer videobellen. We mogen nu ook weer op locatie komen, maar dat hebben we nog niet afgesproken. Misschien over een paar weken dat we weer een keertje daarheen gaan. Maar voor ons scheelt dit ook best wel veel tijd. Ik weet niet of mijn coach op tijd gaat zijn, dat moet ik maar even zien. Maar in ieder geval, dan kan ik alvast straks beginnen. Maar het is ook wel weer goed al het begin, maar het was wel even lekker, gewoon 3 weken eventjes niks. Ik heb een pleister op mijn teen gedaan. Dit is zo'n likdoornpleister, want ik heb dus hier een likdoorn. En die zit er nu al echt een paar dagen op. En hij laat nu niet los. En de vorige keer liet hij elke keer los. Hij blijft nu best wel goed zitten, dus ik laat hem ook maar even zitten. Dan ook al van het weekend wel even eraf halen om te kijken hoe het ermee staat. Of het plekje al wat minder is, of dat ik het eventueel kan verwijderen. Maar dan moet ik even kijken. Muis vond het ook wel heel interessant, de workout. Die zat steeds tussen mijn benen door te wandelen en op mijn kleedje. Dat was leuk, hè? Op mijn matje. Was wel leuk, hè? Toen ik ging sporten. Ja, kon je tussen mijn benen doorlopen. Nou ja, we krijgen dus geen mondkapjesverplichting in Nederland. Het is wel een beetje. Burgemeesters mogen het zelf een beetje uitkiezen. Als hun het toch belangrijk vinden, kunnen ze zeggen per plaats van, nou ja, ik wil gewoon dat mensen mondkapjes gaan dragen. Ik vind het allemaal best wel een beetje dubbel. Ik ben eigenlijk wel blij dat het niet verplicht wordt. Want ik krijg een beetje een angstig gevoel van mondkapjes. Gewoon omdat ik het een beetje een eng gezicht vind. Sommige mensen dragen ook zwarte mondkapjes. Dat vind ik er heel angstaanjagend uitzien. Ik heb vorige week toevallig even het mondkapje. Omdat mijn moeder die was hier toen. En die moest natuurlijk in de trein een mondkapje op. Toen heb ik mijn mondkapje eens eruit gehaald. Gewoon eens even om te kijken. Er kon ook een filtertje in. En toen deed ik hem eens op. En bij mij zit zo'n mondkapje veel te groot. Ik heb een veel te smal bekkie voor een mondkapje. Het zag er zo eng uit. Nou, toen dacht ik echt, ik hoop niet dat ik dit moet gaan gebruiken. Ja, het hoeft hier nog in ieder geval niet.
Ik vind het allemaal een beetje dubbel. Ik ben zelf best wel een beetje bang voor een tweede coronagolf. En niet dat ik corona zou krijgen, want dat kan iedereen krijgen. Maar wel dat we weer terug moeten gaan naar waar we in maart zaten. Dat we toch weer zoveel mogelijk binnen moeten blijven en zo min mogelijk mogen. Er zijn toch best wel veel mensen die toch voor hebben gekozen om op vakantie te gaan naar het buitenland. En er zijn nu toch al best wel veel plaatsen die toch weer oranje kleuren, doordat het toch weer heel erg toeneemt. Antwerpen bijvoorbeeld, er was van de week nog een plaats, maar die weet ik eventjes niet meer. Dus ik vind dat toch best wel heftig. En ik zag gisteren op televisie toevallig een beeld dat ook mensen vanuit België hier waren en die droegen een mondkapje. Die waren heel erg raar aan het kijken van, waarom hoeft dat hier niet? Ja, dan gaan ze hem zelf ook afdoen. Daar was de burgemeester van Antwerpen dan weer niet zo blij mee. Knokken eigenlijk. Die zei zoiets van, nou, ik ben eigenlijk zelf van plan om de grens dicht te gooien. Want dit is gewoon niet te doen. Ja, ik vind het allemaal een beetje dubbel. Aan de ene kant zeggen, ja, weet je, voor mij is het heel makkelijk gezegd. Ik ben geen vakantiemens. Dus voor mij is het heel makkelijk om te zeggen, ja, ik ga toch niet op vakantie. Dus het boeit me ook niet. Ik kan me ook voorstellen, als jij wel iemand bent die graag op vakantie gaat, dat het dan best wel moeilijk is als je ineens niet kan. Eigen land kan natuurlijk wel. Maar ja, toch buitenland kiezen toch wel veel mensen voor. Er zijn natuurlijk plaatsen waar je prima kunt wezen. Maar ik denk ook wel dat het een verschil maakt of dat je met vliegtuig gaat of dat je met eigen vervoer gaat. Dus ik vind het allemaal een beetje dubbel. Maar ja, goed. We doen er niks aan. Het is gewoon puur afwachten. Ik zie dat hier iemand een beetje heeft overgegeven. Dat zal ik even opruimen. Ik heb wel de ramen open. Het ruikt heel erg naar uien. Iemand is met uien aan het koken. Oeh, dat ruikt niet zo lekker. Oh. Nee, vind niks. Even kijken. Ik heb hier ook al wat haar erop zitten op het kleed. Dat ga ik zo even stofzuigen. Dat ga ik zo ook doen, stofzuigen. Ik heb gisteravond heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Daarna heb ik het Samen een Zorg zijn gekeken. Dat is een programma met twee jonge jongens die mensen in de naar een thuis zijn gegaan waar mensen wonen met Alzheimer. En dat is best wel heftig, want het is gewoon best wel zielig om te zien. Er was bijvoorbeeld een echtpaar, die waren er echt van overtuigd dat ze niet in dat huis woonden, maar dat ze echt gewoon om de hoek woonden en dat ze daar op bezoek waren. Ja, maar je hebt hier toch een eigen kamer? Ja, 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 maar we wonen hier niet. Ja, ze wonen daar dus wel. En één vrouwtje, die was zo grof in de mond, echt waar. Die zei de hele tijd echt, nou, LUL en nou, klootzak en er kwam van alles uit. En ja, die jongens konden er wel heel erg om lachen. Maar zij kon dus, haar moeder was ook als zangeres geweest. En zij kon dus best wel goed zingen. En het bijzondere was, de songtekst onthield ze wel. En toen wilde ze heel graag, ging ze een neuroprofessional opnemen samen met Walter Kroes. Oh, maar die lul ken ik wel. Ja, hij kon wel hartstikke om lachen. Volgens mij heeft hij ook wel humor, maar was wel mooi om te zien. En was wel één man al overleden. Dat vond ik wel sneu. Die zat daar gewoon in de auto. Zat daar achter in de auto. En ze hebben ook bepaalde stukjes. Ze hebben een soort van kapsalon. Het is helemaal geen kapsalon. Maar dan zitten ze gewoon in zo in van die roddelblaadjes te lezen. En dan noemen ze wat dingen op. En nou ja, het was wel een heel mooi programma. Ik heb de team gekeken. Dat was ook weer echt super mooi. Het is nu zo spannend geëindigd. Een van de regisseurs is neergeschoten. Dus ik ben gruwelijk benieuwd hoe dat afloopt. Of ze blijft leven. Het bijzondere was ook, haar dochtertje werd 7. Dat is van de Duitse collega. En die schijnt dus, dat dochtertje schijnt dus te zijn van de collega uit Zweden. Als ik het goed zeg. Ik weet niet of Kopenhagen in Zweden ligt. Maar volgens mij praten ze Zweeds. Nou, dat pin ik er niet op vast. Maar die hebben dus 7 jaar eerder wat gehad. En er is dus een dochtertje uit voortgekomen. Dat heeft ze nu toch wel verteld. Maar ze wilde er verder niet over praten. Omdat hij zelf die link legde. Zo was een mooi Rex gekeken. Mijn artikel geschreven. De video ingepland. De vlog. Dus allemaal dikke prima. Ik ga nu even stofzuigen. De boodschappen tas klaarzetten. En even wat aan mijn voeten doen. Want ik heb nu blote voeten. En ik ga wel even schoenen aantrekken. En dan straks therapie en dan even daarna boodschappen doen. Dus dan zie ik jullie weer als ik terug ben.
Maar nu zullen eventjes de beelden volgen van mijn workout die ik had gefilmd voor jullie. Zo, terug van de boodschappen. Ik zal jullie zo even laten zien wat ik heb gehaald. Het was een beetje vervelend, want ik had jullie een paar weken geleden verteld over die bon van de Lidl die ik had gekregen. En ik dacht, die ga ik inleveren, want die was nog 10 dagen geldig. Maar dat werkte helemaal niet. Hun kenden dit ook niet, dus ik moet weer eventjes contact opnemen met de Twitter. Want ze moeten eigenlijk een bon sturen waar een code op zit. En dan konden ze hem inscannen, want dit werkte dus niet. Dus dat ga ik maar eventjes doen straks. Ik zal jullie even de boodschappen laten zien. Ik zet alles weer hier staan. Ja, het is eigenlijk weer gewoon een beetje basic. Ze hadden dus spa fruit in de aanbieding. En die dronken we altijd bij mijn oma vroeger. En dat vind ik altijd wel heel lekker. Dus daar heb ik pas 1+1 gratis. Daar heb ik 2 flesjes van gehaald. Ik heb weer eventjes een keer pindaatjes gehaald. Ik heb chocomel. 2 zakjes aardappelschijfjes en een zakje pap. Die. Ik had het verdeeld van 2 tassen, was niet wel slim. Dan heb ik snijbandjes. Die hadden ze nu eigenlijk met een goede datum. Schnitzels. Ze hadden echt heel weinig. Ze moesten duur aan. 2 keer bonen weer. Die los zijn, die waren ook in de aanbieding. Dan heb ik nog spekjes in de aanbieding. Lidl, ik heb een broek gekocht. Die zal ik zo even uitgebreid laten zien. En 2 pakken slaapwinken. En dat was het volgens mij ook. Ik had even gekeken. Ik wil hier in de gang zo'n ding ophangen. Die stopcontact kan, maar die was nog best wel duur. Maar ik heb dus nu dit keer deze broek van de Lidl. Er zit een heel leuk reliefje in. Super skinny fit. Ik vind deze broeken zo fijn. Heb ik weer eventjes een broek erbij, een esje. Ik heb gewoon even in de winkel gepast, doe ik gewoon over mijn legging heen. Dus die heb ik ook even gehaald. Dat waren de boodschapjes, niet bijzonder. Vanavond kijk ik Boeg in de Bijzondere Baaiers. Daarna meester Frank Visser. Ik neem weer eventjes het perfecte plaatje en Louisa en Rowan op. En ik heb gisteravond nog Smeres opgenomen. Dus ik moet even kijken welk seizoen het is. Ik hoop dat het seizoen 2 is, want die heb ik verder nog niet afgezien. Ik moet vanavond foto's bewerken en dat is het eigenlijk ook. Ik kreeg net een heel grappig filmpje van Lente. Frank was met haar een beetje aan het dansen. Eten, eten, ik wil eten. Dat was wel heel schattig. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan zal ik even lekker douchen en mijn dingetjes, even mijn boodschapjes opruimen en verder een rustig avondje. Dus dat is het. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 31 juli. Het is warm. Het is 29 graden. Ik ben klaargemaakt. Ik ben benieuwd hoe lang dit erop blijft zitten met deze temperatuur. Ik heb de deur wel openstaan. Ik heb het raam even dicht nog. Ik heb wel de ventilator aanstaan. Ik denk als ik nu het raam openzet dat ik de warmte heel erg naar binnen haal. Dus misschien bij de deur ook wel zo. Maar ja, ik vind het toch wel lekker als er iets doorwaait. Ik heb mijn sporten gedaan. Dat was nu ook best wel wat zwaarder omdat het best wel warm was.
heb het nu toch wel weer op de slaapkamer gedaan. Ik had het gisteren in de woonkamer gedaan omdat ik het wilde vloggen voor jullie. Maar normaal doe ik het dus in de slaapkamer omdat het gewoon iets handiger is met de katten. Misschien heb je het op de beelden ook wel gezien dat de katten tussen mijn benen door aan het lopen waren en op mijn matje. Ik heb het zelf nog niet teruggezien, dus dat weet ik niet. Maar ik had wel zoiets van, is niet zo handig. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb eventjes een video's gekeken op YouTube. En nou ja, toen heb ik gewoon mijn eigen dingetjes een beetje gedaan. Ik had net even mijn vader gebeld. Want ik had gevraagd of we binnenkort even een lamp kunnen maken in de wc. Ik heb wel een lamp. Maar ik vind dit niet zo heel handig. Ik zal hem jullie even laten zien. Ik heb ook echt nog zo'n ouderwetse trekkoord. Maar dit vind ik niet heel geweldig. Kan niet dit? Hoe ga ik dit filmen voor jullie? Wacht, ik doe het wel even zo. Kijk. Hij hangt gewoon zo. Dat vind ik niet zo heel geweldig. Misschien ziet hij beter als hij uit is. Dus ik wil daar eigenlijk heel graag een andere lamp. Dus dat zouden we binnenkort ook even gaan doen. We moesten waarschijnlijk eventjes bij de Action kijken. Want hij zei, daar hebben ze wel lampen. Dus nou, ik moet maar eventjes kijken. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Boek in de Bias. Was ook wel weer heel interessant. Ik weet niet meer precies welk land het was. Het was dit keer een mannengevangenis. En ze hadden ook best wel weer veel luxe. Ze konden leren voor tatoeëerders, ze konden sporten en maar allerlei dingen. Dit waren wel de mensen die voor de iets minder zwaardere delicten zaten. De echte zwaardere delicten, daar mochten ze ook niet naar binnen. En, maar het was wel heel interessant. Dus nou ja, goed, dat was dat. Ik ga zo eventjes mijn balkonnetje aanvegen en even het tafeltje en de stoeltjes er neerzetten. Dus dat ga ik sowieso even doen. Ik heb voor de rest gisteravond heb ik trouwens nog ook nog even Meester Frank Visser gekeken. Ik ga een beetje van de hak op de tak merken. Ik weet niet hoe het komt. Sorry daarvoor, maar soms heb ik even van die momenten. Nou, dat was gewoon een herhaling, maar het was gewoon even leuk om te zien. En ik heb weer de Team gekeken. Echt zo'n goede serie. Ja, als je echt een beetje van dit soort series houdt, is het echt een aanrader op Netflix. En daarna heb ik ze weer eens gekeken. Ik had een tijdje geleden, heb ik verteld, volgens mij was het eind vorig jaar, dat Smeres op NPO Best was. Nou, het was super leuk vanaf aflevering 1. Ik had het nooit gezien. Nou ja, prima, dat ben ik gaan kijken. Maar halverwege seizoen 2, toen kreeg ik op een gegeven moment een nieuw kastje. En toen deed mijn oude kastje het niet meer, daar stonden de opnames op. Dus dat werd het niet. Nou, toen heb ik wel geprobeerd of ik seizoen 2 ergens nog kon kijken. Dat is verder niet gelukt. Nu zag ik dus woensdagavond heel toevallig dat ze Smeres weer uitzonden op Nederland 3. En toen dacht ik van, oh, ik kan het wel even opnemen. En dan kijk ik wel waar het is. Het is waarschijnlijk seizoen 3. Denk ik. Want dit was aflevering 3. Dus ik ga ervan uit dat het seizoen 3 is. Dus nou goed, dat heb ik gisteravond heb ik daar een aflevering van gekeken. Die wil ik eigenlijk nog even kijken of ik eerdaags misschien ook aflevering 1 en 2 kan terugkijken. Maar ik weet niet of dat erop staat. Zodat ik in ieder geval een beetje bij ben. Maar het is gewoon echt een leuke serie waar ook wel humor in zit. Het is natuurlijk met Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. En je merkt gewoon ook, omdat hun natuurlijk hele humoristische mensen zijn, dat er gewoon humor in zit. En dat was wel echt super leuk. Dus daar heb ik wel van genoten. Ga ik vanavond weer kijken. Ik heb alweer een aflevering opgenomen. En dan vanavond nog een aflevering opnemen. Volgens mij in de weekenden komt het niet. Maar dat is wel heel leuk dat ze dat nu weer doen. Dat vind ik dan wel weer voordeel van de zomer. Dat ze dit soort dingen gaan uitzenden. Zodat je toch een beetje kan kijken. Dus dat vind ik wel leuk. Ik ga nu eventjes om te stofzuigen en even vegen. Bij het bullet journal zal ik jullie erbij zetten. Maar ik zal jullie even de voor- en nabeelden weer laten zien van het balkon. Want het ziet er echt niet uit. Dus dat ga ik zo meteen gewoon eventjes doen. Even de voorbeelden van het balkon. Zoals je ziet liggen overal blaadjes. Mijn planten moeten even aan de kant. Ik heb een onwijs volle asbak hier. Ook dat. Dus ik ga dit nu eventjes vegen. En dan zien jullie zometeen even het eindresultaat. Ik ga niet het groene kleed neerleggen. Bewaar ik wel voor volgend seizoen. Want ja, we zitten alweer bijna in augustus. En dan kan het volgende maand alweer weg. Dus vind ik een beetje zonde. Maar ik ga in ieder geval eventjes mijn tafeltje, stoeltje en even hier vegen. Dus ik zal het jullie zo even laten zien als het klaar is. En we hebben weer een aangeveegd balkon. Ik kreeg niet alles weg, want stof en blik is kwijt. Maar de plantjes zijn een beetje aangeveegd. De asbak die gaat hier in de afwas. En mijn stoeltjes en mijn tafeltje staat er weer. Dus ik zeg dikke prima.
Dus nou, ik ben wel weer tevreden voor vandaag. In ieder geval voor het balkon. Even lekker bezig geweest. Ik heb nu mijn handwasje draaien. Mijn balkon is dus klaar, wat jullie hebben kunnen zien. Maar tijdens het bullet journalen was de batterij natuurlijk weer eens leeg van de camera. Ja, die staat dit jaar nog wel op het lijstje. Een tweede batterij hoop ik. Althans, dat is mijn wens. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dat gaan we zien. Dus dat. Ja. Het is inmiddels 32 graden, dus nou ja, ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik ben al blij dat het balkon klaar is, dat ik toch even lekker bezig ben geweest. Toch nog best wel productief. Ik heb echt, mijn voeten zien er niet uit. Ik ga denk ik van het weekend die eeltsokken eens gebruiken, want dit is niet meer te doen. Ik denk dat ik straks weer even mijn nagellak eraf ga halen. Ik twijfel nog, het ziet er niet zo heel mooi meer uit. Hier ook best wel een aantal plekken, dus of straks of morgen moet ik even kijken. Ik ga in ieder geval straks lekker douchen. Vanavond kijk ik de finale van Het Perfecte Plaatje. Misschien dat ik daarna Louisa en Rohan ga kijken. Maar dan moet ik even kijken. Want ik moet ook gaan editen. En ik moet nog een paar foto's bewerken voor de blog. Want ik heb niet alles afgekregen. Dus daar moet ik sowieso mee aan de gang. Dus ik ga wel even kijken. Sowieso vanavond kijk ik weer de team. En uiteraard weer naar Smeres. Dus dat is mijn avond. Verder niet bijzonder, maar lekker bezig. Straks lekker eten en dan gewoon ook de bank op. En hopen dat het huis een beetje afkoelt, maar dat zal nog wel even duren. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. En ja, even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 1 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb ook weer even een zelfpruimertje gebruikt, want... ik was weer erg wit en ik vind het toch wel mooi staan om een beetje kleur te hebben. Dat heb ik gedaan. Vandaag eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik wil even mijn was opvouwen en eventjes mijn kwasten wassen en even bullet journalen. Dus niet heel bijzonder. Gisteravond eigenlijk lekker televisie gekeken. Finale van Het Perfecte Plaatje. Nou, ik wist al wel wie er ging winnen, dus dat was geen verrassing. Maar dat komt, dat heb ik toen al een keer gelezen, wie toen gewonnen heeft. Toen volgde ik het toch niet. Wat heb ik eigenlijk daarna gekeken? Ja, eigenlijk daarna heb ik maar even Wie Wan Moord erop gezet. Want ik heb daarna de video gewoon geëdit. En gisteravond een blogpost geschreven. Toen heb ik de team gekeken en Smeres. Ik heb nu nog 2 afleveringen van seizoen 1 van de team. En dan ben ik al door seizoen 1 heen, want ze hadden maar 8 afleveringen. Smeres kwam gisteravond niet. Het was heel erg jammer. Je had wel van God los. Dus ik wil eigenlijk nog eventjes kijken of ik Smeres, of dat het misschien nog op uitzending gemist staat via de tv-kastje. Maar dat weet ik niet. Kijk, via NPO Plus, daar moet je voor betalen. Daar verrek ik gewoon. Dat doe ik niet. Dus dat... ik heb wel mijn nagellak eraf gehaald. Ik heb het losgeweekt. En dat wil ik straks ook even bij mijn tenen doen. Want ik had bij mijn tenen had ik zeg maar ook die glitters. En die moeten er ook even af. Dus die moet ik ook even losweken. Maar dat kan straks wel even tijdens het bullet journal. Want dan kan ik gewoon een badje erom doen met een beetje aceton. En dan doe ik gewoon even wat aluminiumfolie. Zoals ik het ook bij mijn vingers heb gedaan. Maar bij mijn vingers kan ik klemmetjes erop zetten. Dat wil ik bij mijn tenen niet.
Dus dat eigenlijk, verder eigenlijk niet veel meegemaakt sinds ik jullie niet meer heb gezien. Ik wil jullie wel bedanken voor alle lieve felicitaties die ik heb gekregen omtrent de geboorte van Lente, heel lief. Lente had het gisteren best wel zwaar, het was natuurlijk ook super warm. Nou is het vandaag ook nog warm, want het is 27 graden. Het is wel bewolkt, maar de hitte blijft hangen. Dus wat dat betreft zou het fijn zijn als het morgen weer wat zakt. Dan is voor het kindje ook wat lekkerder. Ik heb gesport. Laatste challenge van deze sportreeks. Morgen weer een nieuwe challenge. En dan kan ik het vanaf volgende week willen kijken of ik het iets kan verhogen qua tijd, zeg maar. Dat ik naar de 8 minuten kan. Maar dan moet ik even kijken of dat lukt. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik even de was opvouwen. Ik zal jullie bij wat dingetjes erbij zetten. Ik zal ze ook even wat drinken koud zetten. Want ik had gisteren de laatste drinken opgedronken. Dus moet ik even boven pakken. En dan ga ik maar eventjes wat doen. Want het stofzuiger komt elke dag terug. Ik heb hier wel lekker 2 ventilatoren staan. Daar heb ik ook mee geslapen. Want het was gewoon echt nodig. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus laten we maar eventjes gaan beginnen daaraan. Ik had gisteren weer een stunt. Meestal doe ik dan speciale koffie. Dus dan pak ik koffie van de Dolce Gusto. Dus dan maak ik cappuccino of latte macchiato en daar heb ik geen melk bij nodig. Nou ja, dikke prima. En ik wilde wel mijn suiker pakken, want koffie zonder suiker lus ik niet en zonder melk ook niet. Ik ben echt een dure koffiedrinker, zeg maar. Dus ik had dat gewoon gepakt en zo. En ik wilde het suikerpotje pakken. En toen knalde het potje, want ik heb altijd koffiecupjes. Ik heb nooit een flesje of een... Pakje. Want daar drink ik te weinig koffie voor. Ik drink wel elke dag koffie, maar ja, weet je, in een cupje blijft het gewoon vers. Maar het potje dus waar ik de cupjes in bewaar, die viel uit het keukenkastje. En toen waren er dus een paar cupjes geknapt. Echt een inimini gaatje erin. Dus ik had mijn moeder al even geappt van, joh, kan ik dit nog gebruiken? Of moet ik dat weggooien? Toen zei ze eerst, ja, als je het morgen gelijk gebruikt. Maar ja, ik wilde vandaag ook speciale koffie. Maar toen zei ze, als je het in de koelkast zet, moet het wel kunnen. Dus ik heb het nu in de koelkast gezet. Dus op hoop van zegen dat het nog goed is, ja. En anders moeten die cupjes gewoon weg. Dat is dan niet anders. Overige cupjes die nog niet gebroken waren, kunnen wel weer terug in het potje. Maar het potje zat ook een beetje onder de melk. Dus die moest ik ook even omspoelen. Dus dat was weer even de stunt van de dag gisteren. Thank you.
veel gedaan eigenlijk. Kasten zijn schoon. Was ligt al in de kast, het grootste gedeelte. Even geknutseld, maar niet zo heel veel. Ik heb trouwens een extra bruin gezicht, want ik heb ook mijn gezicht meegepakt met de zelfbruiner. Dus mocht je denken, wat heb je een bruin hoofd? Dat komt dus door de zelfbruiner. Maar als ik dan mijn, kijk, arm ernaast leg, maar er zit ook make-up op. Kijk, ik heb mijn teennagels gedaan. Kijk, ze zijn niet het allermooiste hoor, maar... De lak is er wel af. Ik moet wel zeggen, het gaat minder makkelijk bij de tenen. Want aan de grote teen blijft het watje heel erg plakken. En het aluminiumfolie blijft minder goed zitten. Ook al vouw je hem eromheen. Maar als ik het op mijn vingers doe, dan doe ik er een klemmetje op dat het blijft zitten. En dat lukt bij de tenen niet, want mijn grote teen is sowieso te dik voor het klemmetje. Dus dat is een beetje onhandig. Maar het is in ieder geval schoon. Alleen de laatste niet. Omdat die pleister er nog op zit. Maar die kan er denk ik vandaag of morgen wel af. Mijn moeder zei ik zou hem tot zondag laten zitten. Omdat ik hem de zondag heb opgeplakt. Dan hoop ik dat die pit eruit is. Vanavond heb je... Altogether Now. Altogether Now ga ik wel kijken. Ik heb niet alles gezien van seizoen 2. Ik had zelf heel erg gehoopt op seizoen 1. Maar ze hebben toch gekozen voor seizoen 2. Dus nou ja, ga ik wel gewoon kijken. En daarna ga ik even Louise en Rowan kijken. En ik kijk sowieso de team vanavond. En ik ga eventjes kijken of ik nog smeren kan vinden. En anders moet ik even iets anders bedenken. Ik ga proberen ook nog even wat aan de vlog te doen. Maar voor de rest wordt het eigenlijk wel een lekker relaxed avondje. Gewoon lekker zo'n standaard zaterdagavond waar je niks hoeft te doen. Ik ga wel de teennagels dan lakken. Ik zal straks nog even wat overige dingetjes eraf veilen. En dan ja, is dat het ook wel. Ik ga jullie dan met deze ook morgen zien. Want ik ga verder toch niks meer doen. Ja, straks gewoon even douchen en eten. En eventjes mijn waas eraf wassen. Kijken hoe oranje ik uiteindelijk word. Nee, het valt wel mee. Je wordt niet echt oranje. Maar even kijken wat er uiteindelijk van overblijft. Ben ik wel benieuwd naar. Dus dat zullen jullie morgen zien. Dus tijd om te relaxen. En tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 2 augustus. Ik zit even op de bank, zoals eigenlijk iedere zondag, zoals eigenlijk elke vlog die ik open. Ik heb de bol even opengegooid, ook in de slaapkamer, want daar was het ook vrij warm. En het is nu wel lekker afgekoeld. Ik zal even kijken hoe het gaat. Ik heb wel een beetje kippenvel. Ja, dat heb ik weer. Het is 21 graden, het is half bewolkt. Dus ik zeg dik prima. Het heeft wel een beetje geregend, maar... Het is niet noemenswaardig. Maar ik heb dus kippenvel. Dus ik heb me wel zomers gekleed. Maar ik heb toch een beetje frisjes. Ja, ik heb geen idee hoe het komt. Vandaag weinig op de planning. Even de foto's maken. En dat is het ook eigenlijk wel. Gewoon even op mijn gemakje. Ik moet zo eerst eventjes witsel instellen. En dan kan ik dat vanavond kijken. Gisteravond heb ik Altogether Now gekeken. Het was wel jammer. Ze zijn niet bij aflevering 1 begonnen van seizoen 2. Want ik ken deze ook al. Het was op zich nog wel een keer leuk om te zien. Maar nou, ik had het toch leuk gevonden als ze seizoen 1 hadden gedaan. Ik heb een beetje moeite met praten vandaag. Maar goed, dat heb je niet voor het uitkiezen. Daarna heb ik Louise en Rowan gekeken. Dat schoonmaken. Best wel heftig. Was nog een vrij jonge vrouw. Oh, ik heb mijn make-up gisteren niet helemaal goed weggehaald. Zie je, want dan heb ik mijn ogen lopen wrijven. En nou heb ik allemaal zwarte spul onder mijn ogen. Hij is fijn. Hier ook zie ik. Oh, verschrikkelijk. Nou ja, vanavond even met douchen. Maar even nog een keer goed het doekje eroverheen halen. Waar was ik? Ja, het was een vrij jonge vrouw met een kindje. Het was best wel heftig. Het huis stond heel vol. Het was heel vies, het was heel rommelig. Ze sliepen in de woonkamer. Terwijl ze gewoon een slaapkamer hadden. Dus ze hebben bedden gekocht. Voor zowel het kindje als voor die vrouw. Gewoon bij de kringloopwinkel. Een eettafel hadden ze gekocht met stoelen. En ze zijn gaan schoonmaken. Het was heel gek. In die douche er stond een badkuip in. Maar die was zo geplaatst. Dat zeg maar, hij hing zeg maar half onder het fonteintje in de douche. De wasbak. Daar was dus die
er moet zo'n zwanenhals aan, zeg maar, om het water weg te laten voeren. Maar die was eraf. En zo kon het water dus in die badkuip lopen. Dus ik denk dat ze zo die badkuip vulde. Nou, het bad is eruit gegaan. Helemaal schoongemaakt, maar het was een heel gedateerd badkamertje. Echt van die hele ouderwetse tegeltjes erin. Nou ja, alles lekker schoongemaakt. Heel veel weggegooid hadden ze. En ja, ze had uiteindelijk echt een heel schoon huisje. Keuken zag er ook uit. Nou ja, eigenlijk best wel een heel leuk huisje. En uiteindelijk hebben ze ook een leuk slaapkamertje gemaakt. Moeder en dochter gingen wel op één slaapkamer. Nou was het in dit geval ook niet echt anders te doen. Ik zou daar zelf niet heel erg blij van worden. Vooral omdat het kindje al wat ouder is. Kijk, als ze net geboren zijn, Lente ligt nu ook op de slaapkamer bij Nathalie en Frank. Maar ja, dat is gewoon makkelijk. Want als ze moet eten, dan kan ze gewoon gelijk voeden. En als ze later groter wordt, dan gaat ze gewoon naar haar kamertje. Maar goed, dat kindje lag dus laagst op dezelfde slaapkamer. Maar het kindje had heel lang bij die moeder ook in bed gelegen. Omdat hij dat bed vond in die woonkamer. Uiteindelijk heel mooi geworden. Lekker opgeruimd. Dus dat was leuk. Ik heb de team gekeken, uiteraard. Zo spannend. Ze zijn degene die ze willen pakken, zijn ze nog wel op het spoor. Maar hij is weer ontsnapt. En nou ja, het is allemaal heel gekkig. Ze komen steeds weer achter nieuwe feiten. Ik denk dat ik nu nog 2 afleveringen heb. Als ik het goed heb. Het kan ook zijn dat ik vanavond dat laatste heb. Ik weet het niet. Van dit seizoen. Ik denk dat ik zelfs de laatste al heb. Nou, weet ik niet meer precies. En daarna heb ik Smeris gekeken. Dan kon ik terugkijken. Dus dat was ook heel leuk. Dus dat was het eigenlijk. Ik heb gelijk weer een tranenoog. Oh, verschrikkelijk is dit. Ik zal hier vandaag nergens bij zitten met vloggen. Ik ga zo even stofzuigen. Ik ga eventjes die dingetjes instellen die ik op wil nemen. En daarna ga ik even wat dingen uitzoeken voor de foto's. En dat is het ook wel. Gewoon even een beetje relaxed. Ik ook wel aan toe. Ik kan nooit een hele dag helemaal niks doen. Maar even een beetje rustig gaan vind ik op zich prima. En ik hoop dat het hier wat afkomt in huis. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Het is 24,5, dus zou lekker zijn als het wat afkomt. Dus ik ga die dingetjes even doen en laat ik jullie straks even zien wat ik ga fotograferen. Ik wil jullie even mijn nieuwe broek laten zien hoe die staat als die aan is. Zoals je ziet, hij zit nog vrij losjes. Het is gewoon dan S. Ik heb de kaartjes nog aanhangen, daar moet je niet op letten. En hij zit hier ook best wel nog los bij de benen. Maar ik vind hem wel super leuk. Even een keer een leuk kleurtje. Goede spijkerbroek. Bij de benen had ik een XS'je kunnen hebben. Maar ik vind hem wel super leuk. En ook wel dat hij wat laag is, want daar hou ik wel van. En nu zie je ook heel goed het dingetje. Maar ik weet niet of hij dat op de camera scherp stelt. Maar ik ben er in ieder geval wel blij mee. Dus dan hebben jullie die ook even gezien. Want ik weet niet of ik hem deze week ga dragen. Aangezien er weer hoge temperaturen aankomen. De foto's. Deze kwastjes van Ecotools. Die ga ik fotograferen. De Enshading Eyeset. Ik heb hier een highlighter van Lottie London. Ik heb een paletten van Revolution. De Iconic Pro One. Ik haal hem nu even niet uit het doosje. Maar die kun je wel terugzien in een van mijn video's of die bij de favorieten of bij de filmproducten hoort. 3 lipglossjes. Dit zijn hydrating lipglossjes van Get It Girl in de kleur nude, red en pink. Dus die ga ik even fotograferen. Zo, de katten hebben net gegeten, maar het was hier echt één grote miauwbende. Terwijl ik had je die miauw doen 3 uur al. Ik wil ze al eten. Dat gaat dus echt niet gebeuren, vriend. Je moet echt wachten tot de tijd is. Maar ik was even boven en toen was ik even de make-upjes aan het uitkiezen wat ik wilde gaan fotograferen. Wil ik altijd echt een beetje gaan uitkiezen. Dan ga ik echt een beetje door mijn bak heen. Want oh, waar heb ik deze week zin in? En om te gaan gebruiken en wat wil ik fotograferen? En dan gaat ze altijd aan jou, want dan ben ik boven. Dan ben ik niet in de kamer. Ja, toen kwam ik boven en kwam ik weer een spin tegen. Dus ik dacht, oh, hoe ga ik die weghalen? Ik had niks liggen waarmee ik hem weg kon halen. Dus ik had even de kruimel die van beneden opgehaald. Nou ja, spin opgezogen. En nou ja, goed, dat was allemaal klaar. Ik ga eerst even checken trouwens of ik de trap al omhoog heb gedaan. Volgens mij wel. Ja, zie. Ja, ze gaat Mickey's ook weer naar boven. Daar heb ik niet zoveel zin in. En toen ging ze alweer miauwen. En toen dacht ik, nee, hou op. Maar ja, toen bleef ze wel miauwen. Toen na de foto's heb ik nog eventjes het nagellaklijstje een beetje verder afgemaakt. Gewoon beetje bij beetje. Weet je, niet alles hoeft ook in één keer. Dus dat was dikke prima. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan straks even lekker douchen.
Het raam is inmiddels weer gewijd. Dat ging niet helemaal lekker. Ik had het raam openstaan en de deur. En het waaide zo hard dat mijn schilderij die hier hangt. Kijk deze. Die? Die waaide er gewoon af. Dus ik dacht, shit. Dat gebeurt ook als ik hier een ventilator neerzet. Als ik dan twee ventilatoren neerzet, ik zou er een op tafel neerzetten, is het woep, waait je zo de kamer door. Het is natuurlijk ook niet echt, het is heel licht gewit, want het is gewoon van karton. Maar desondanks ben ik er nog steeds heel blij mee. Maar met veel wind lukt dat niet zo goed. Dus die doe ik straks weer open. Dan moet ik de deur in de keuken maar even dicht doen. Straks even makkelijk eten. Ik heb schnitzels met patat. Vanavond even mijn nagels mooi maken, want die zien er niet uit. Je ziet nog steeds die vieze gele gloed, zie je dat? Van die gele nagellak van Essence, echt. Ik ga er volgende week een review over schrijven, maar of ik dat geel aanraad. Ik had gewoon een base coat, hè? Maar het blijft geel. Echt heel ranzig. Meteen had ik gisteren al gedaan. Mijn likdoorn, de pleister is eraf. Ik weet niet of ik dit moet laten zien. Misschien beter van niet. Misschien is het een beetje ranzig. Maar er was heel veel vel af. En het pitje was nog steeds niet helemaal uit. Ik ga straks nog even proberen naar het douchen. Anders gaat er even een nieuwe pleister op. Vanavond kijk ik dan Witsen. Daar heb ik zin in. En ik kijk even aflevering 2 van Smeres van seizoen 3. Want die had ik nog niet gezien. Die kon ik dus terugkijken. En ik heb vanavond weer de team en commissaris Rex. En ik heb gisteravond al een deel van de vlog gedaan. Dus die is al tot en met gisteren is die al klaar. En vanavond moet ik gewoon foto's bewerken. Dus dat is het ook eigenlijk. Het is verder niet een heel bijzondere avond, maar gewoon lekker. En het is lekker zondag. Dus weet je, het is altijd wel lekker relaxed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 3 augustus, ik ben klaargemaakt. Ik heb weer gesport. Ik moet wel zeggen, het was vandaag even de laatste keer cardio. Ik heb het nu 2 dagen geprobeerd, maar cardio is echt nog te zwaar voor me. Het voelt ergens een beetje alsof ik een soort aan het falen ben. Maar ik merk gewoon aan mijn lichaam dat het niet goed is. Ik heb heel veel pijn in mijn benen. Ik was helemaal een uitgedroogd sponsje. Ik heb voor het eerst ook echt een fles water gepakt. Omdat ik echt even vocht moest hebben. Ja, dit is gewoon nog een bruggetje te ver. Ik zet hem voor nu even in de ijskast. En het is niet dat ik hem nooit ga doen. Want als mijn conditie wat beter is, dan wil ik het zeker wel weer gaan oppakken. Maar voor nu red ik het niet. Je moet ook bijvoorbeeld springtouw. Nou, ik heb al geen springtouw. Die wil ik nog wel even een keer als ik bij de Action kom eventjes halen. Want springtouw schijnt sowieso heel goed voor je te zijn. Maar het was het voor nu gewoon nog eventjes niet. En ik voelde me een beetje, ik had een beetje last van verzuring. Dus ik had ook echt heel veel pijn overal. Als ik dacht, oké, dit wordt hem even niet. Dus we gaan morgen gewoon verder met weer de andere oefeningen. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Het is dit kleurtje. Ik vind hem wel lekker zomers. Het is dit nagellakje. Deze van Essence. En dit is dan de 15 Heatwave. Het is een beetje oranje-roodachtig. Ja, hij is wel meer oranje, denk ik, als ik hem nu zie. Voor de rest heb ik Smeres gekeken. Ik ben nu helemaal bij met seizoen 3. Ik heb nu ook een manier gevonden waardoor ik de missende afleveringen van seizoen 2 nog kan kijken. Dus dat is ook wel top. Dat moet ik er dan een beetje gaan inhalen. Maar dan heb ik in ieder geval, als ze nu door blijven gaan met uitzenden, dan kan ik wel helemaal bij je zijn met de afleveringen. Dus dat is wel leuk. Daarna heb ik Wits gekeken. Het was een beetje jammer. Ik had dit gewoon opgenomen. Dit komt om 5:10 op België. Nou, 5:10 vind ik niet echt een lekker tijdstip. En omdat we nu toch in een tijd zitten dat je niet heel veel op televisie hebt, dan heb ik zoiets. Ik neem het op en dan ga ik het lekker 's avonds kijken. Maar het was al begonnen. En dat mis ik zeg maar wel. Vroeger met een videorecorder. Als bijvoorbeeld iets om 7:30 begon, dan kon je die video recorder zo programmeren dat je hem bijvoorbeeld om 7:30, 8:00 liet aangaan. En bijvoorbeeld tot 7:30 liet doorlopen. En dat kan natuurlijk niet met digitale tv. Dus dat vind ik, dat is wel weer eventjes een missietje dat ik denk van oeh. Ja, dat was toen wel even beter dat dat kon. Want nu had ik het begin niet. En ik denk niet dat het al heel lang bezig was hoor. Misschien heb ik 1 of 2 minuutjes gemist. En dat is op zich niet erg, maar ik vind het altijd wel jammer. Ik heb de laatste aflevering van de team gekeken. Ze hebben uiteindelijk de man ook opgepakt. Het was nog een heel gedoe. Ik ga verder niet te veel spoileren. Want misschien ben je zelf wel benieuwd geworden naar dit programma. Naar aanleiding van mijn verhalen. En dan wil ik niet dat je de afloop helemaal kent. Maar het is echt een hele spannende serie. Vandaag begin ik met seizoen 2.
En ik heb gewoon rechts gekeken. Ik heb foto's bewerkt. Het zijn nog niet helemaal af. Ik moet nog twee bewerken. En dan nog even de beelden van het gezicht. En de swatches. Maar dat is niet zo heel veel werk. Dus het was eigenlijk een prima avondje. Ik was op zich ook best wel een beetje moe. Dus ik heb lekker mijn boek gelezen in bed. Ik heb nog even YouTube gekeken. En toen ben ik gaan slapen. En het leuke is... Wat zag ik tot mijn verbazing? Ik ga het jullie even laten zien. Ja. Kijk. We hebben weer 286 abonnees. Superleuk. Welkom alle nieuwe abonnees. Leuk dat jullie ook zijn geabonneerd. Doet me echt super goed. Gisteren heb ik ook eventjes een heel leuk gesprek gehad met een van mijn volgers via Instagram. Die had wat vraagjes en die kon ik beantwoorden. En dan krijg ik zoveel lieve complimenten. Daar word ik dan altijd een beetje stil van. Omdat ik dat echt super lief vind wat er dan gezegd wordt. Ja, dat doet me echt heel erg goed. Ik ben altijd iemand die het best wel lastig vindt om complimenten in ontvangst te nemen. Dus als iemand dat tegen me zou, als iemand zeg maar iets tegen mij zegt in het echte leven face-to-face, dan word ik altijd een beetje stil. Dan weet ik nooit zo goed wat ik moet zeggen. Maar ik vind ja, het is wel super lief. Ik ga zo stofzuigen. En daarna ga ik voor jullie eventjes de video opnemen. Het is nu tenminste nog een beetje cool weer. En de rest van de week zit ik vol met schoonmaken en donderdag boodschappen doen. En dan wordt het ook super warm. Dus ik dacht dat het een goed moment voor nu. Daarna ga ik even bullet journalen. En daar zal ik jullie dan wel even bij zetten. Dus ik ga even stofzuigen. En dan ga ik de spullen klaarzetten om te gaan filmen. Dus ja, dat was even, waren even alle nieuwtjes. Ik ga nu eerst stofzuigen. En want ik zie hier de vliegende pluisjes die muis probeert te vangen. Dus die gaan we maar eens eventjes opzuigen. Batterij was weer leeg, dus ik heb jullie niet heel lang buiten gezet met knutselen. Maar het was ook niet heel bijzonder. De video staat er in ieder geval op. Ik heb al een beetje producten weer teruggezet. Nog even wat nagellakjes toevoegen aan de lijst. Dat wil ik dan meteen doen, want dan hoef ik er ook niet meer naar te kijken. Tot ik ze weer ga gebruiken natuurlijk. En lipstick moet ik even kijken of die al op de lijst staan. Nou, het is eigenlijk wel gewoon een lekker relaxed middagje. Het was ook wel eventjes lekker. Het is heel erg bewolkt nu, dus dat vind ik ook wel lekker. Ik hoop eigenlijk dat er nog een buitje komt. Vanavond kijk ik Marriage at First Sight, The Second Chance. Het spelletje Bureau Burgwall. Ik neem even dat het zal me een zorg zijn op. Je hebt nu geen Cash or Trash meer, dus dan kan ik eventjes Bureau Burgwall kijken. Ik neem vanavond weer even smeres op. Ik ga mijn artikel schrijven. Ik moet nog even wat foto's bewerken voor het artikel van morgen. Ik kijk uiteraard weer het tweede seizoen van The Team en ik kijk Rex. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga straks lekker boontjes maken, snijboontjes met eten. En dan straks even lekker douchen en dan vanavond lekker de bank op. Dus lekker basic. Ik ga jullie dan bij deze ook morgen weer zien, want ik heb verder toch niks meer te melden. Het was niet een heel spannende dag vandaag, maar ik vond het wel even lekker, even chill. Kon ik mijn lichaam even bijkomen voor het zware cardio, wat ik dus niet meer ga doen. Maar goed, ik zou bij deze in ieder geval zeggen, ik zie jullie morgen weer, want ik ga even mijn batterij op de oplader leggen. En dan gaan we morgen weer filmen met de normale camera, dat is toch beter. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 4 augustus. Ik ben klaar, maar het zit een beetje ongemakkelijk, want ik heb hier een kleine kat achter me liggen. Ik heb gesport. Ik heb nu gewoon weer de andere sportdingen opgepakt en eventjes de cardio gelaten voor wat die was. Zometeen ga ik de kattenbak, de gang en de douche doen. Dus gewoon weer even lekker aan de schoonmaak. Het is nu, hoeveel graden is het? Even kijken. Het is 20 graden. En morgen gaan we al naar warm. Dus even het laatste dagje dat de boel lekker kan luchten. Het is hier gisteravond een beetje misgegaan. Want kijk, de katten die... Tijgertje en Mickey die lagen bij elkaar. En ik weet niet precies wat er gebeurde. Want ik zat televisie te kijken en ineens zette een van de twee nagels in mijn vel. Dat was hier en ook op mijn buik. Dus ik heb weer een paar mooie krassen erbij. Wat gigantisch CD. Oké.
Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar het spelletje Married at First Sight. The Second Chance. Ik moet zeggen, dit programma is heel ongeloofwaardig. En ik weet dat ik een poosje geleden al van een van jullie een reactie heb gekregen dat televisie sowieso heel veel nep van is. En dit bewijst het eigenlijk maar weer. Er doen 3 mensen mee. 2 vrouwen, 1 man. De 2 vrouwen die moesten nu 2 mannen kiezen. Maar de Marcel, de man dus, die mocht 3 vrouwen kiezen. Die had ik wel een hele hoop vrouwen die in hem geïnteresseerd waren. Dus ik snapte ook niet waarom hij er dan 3 mocht en de anderen maar 2. Maar ik snap de keuzes ook niet, eerlijk gezegd. Maxime die heeft aangegeven, zij heeft zelf geen kinderwens. Ze houdt ook niet van kinderen. Ja, de nichtje en de neefje vindt ze hartstikke leuk. Maar kinderen van anderen vindt ze eigenlijk helemaal niks. Dan neemt ze toch een man mee die 2 kinderen heeft. En er was nog een man die had kinderen. En die heeft ze dan ook afgewezen. Want ja, misschien ook de klik niet. Maar heeft ze toch een man gekozen die 2 kinderen heeft. Dus ik snap die hele opstelling al niet. Waarom zou je dat doen? Bij Millie vind ik allebei de mannen niet passen. Eerlijk gezegd. Zij heeft ook 1 man meegenomen. Die is weduwnaar. En zijn overleden vrouw die lijkt echt met 2 druppels water op Millie. Dus dan denk ik van, zij heeft op een gegeven moment ook wel gevraagd van, ben je dan hierheen gekomen omdat ik zelf op je overleden vrouw lijk? Nee, dat was absoluut niet zijn intentie. Maar ja, ik vond eigenlijk alle partners niks die erbij zaten. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. En met Marcel vond ik het een hele bizarre wending, want er was 1 vrouw die was ook echt heel gek op hem. Die kan even wat beter zitten, want ze is opgeschoven. Daar heeft hij ook zelfs gewoon een kus op de mond meegedeeld. Zij gaf hem op een gegeven moment een cadeautje. En dan denk ik van ja, als bedankje kun je ook gewoon een kus op de wang geven. Waarom dan gelijk een kus op de mond geven, weet je wel. Hij had ook al met iemand anders een kus gedeeld. En dan denk ik van ja, dat vind ik in mijn hoofd kan dat niet helemaal. Je kan niet de ene keer met de ene en de andere keer met de ander. Maar dat is gewoon iets wat in mijn hoofd zit misschien. En misschien is dat voor anderen heel normaal. Dus dat snapte ik allemaal niet echt. Maar die vrouw dus, die dat cadeautje had gegeven, die hij dus ook een kus had gegeven, die gewoon echt helemaal gek op hem was, die mocht ook niet mee. Hij heeft uiteindelijk voor 3 hele andere vrouwen gekozen. Nou, de eerste keuze, dat was totaal niet verrassend, want hij nam die vrouw mee waarmee hij zelf al een heel erg klik voelde. En daarna heeft hij ook een vrouw gekozen waarmee hij het wel heel gezellig had, waarmee hij een goede klik had, maar waarvan zij eigenlijk al zei van, voor mij zit er niet meer in dan vriendschap. Dus dan denk ik van ja, waarom doe je dat? Maar oké. Ik heb Bureau Burgwallen gekeken. Was ook heel interessant. Ik heb de team gekeken seizoen 2. Ik moet zeggen, seizoen 1 pakte me meer. Daar was ik vanaf aflevering 1 al gelijk heel erg geïnteresseerd in. Dat heb ik bij seizoen 2 nog niet. Kan gekomen. Ik heb er 1 aflevering gehad. Dus ik kan er niet heel veel over zeggen. Ik heb Rex gekeken, dus dat was mijn avond. Foto's bewerkt, artikel geschreven, dus dat was dat. Ik heb vliegen in huis, dus Stijgertje die is nu op vliegenjacht. Ik hoop dat ze ze vangt en anders moet ik straks even gaan meppen. Ik kreeg straks ook de melding dat er een persconferentie is donderdag. En ik dacht eigenlijk dat Rutte op vakantie was. Dat heb ik vorige week gehoord, maar misschien was hij alweer terug. Dus er is donderdag persconferentie. En ik las ook het bericht dat Ferry Doelens is ontslagen bij GTSD. En ik snap dit. Laat ik eventjes, hij heeft, toen ze weer mochten beginnen met opnemen, toen heeft hij eigenlijk op de radio of in een podcast, heeft hij gezegd dat hij gewoon mensen heeft gezien in de coronatijd, terwijl het eigenlijk zo was, blijf zoveel mogelijk thuis. Nou, we kennen al die regels, dat hij mensen had gezien dat hij 1,5 meter niet zo nauwelijks nam. Later ontkende hij dat weer, maar dat is natuurlijk heel breed uitgemeten in de media en ja, dat was gewoon niet goed. Toen hebben ze later, toen hebben ze gezegd bij RTL, je hoeft even een poosje niet op de set te verschijnen. Inmiddels waren zijn opnames weer hervat. En wat heeft hij dit weekend gedaan? Ze hebben toch een klein soort gay parade feestje gegeven. Natuurlijk was er geen grote gay parade, maar ze hebben er toch een paar mensen die hebben een feestje gevierd. Omdat ze dat heel belangrijk vinden. Onder andere Gordon was daarbij. Nou, Gordon valt al onder de risicogroep, want die heeft allerlei dingen waardoor hij tot de risicogroepen valt. En daar stond Ferry Doelens heel vrolijk mee op de foto. Zonder 1,5 meter. En dat was bij RTL nu toch in het verkeerde keelgat geschoten. Dit was gisteren ook al in shownieuws. En nu las ik straks dat hij ontslagen is. Dus ik snap de keuze volledig. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dit gaan oppakken. Gaan ze
een andere acteur zoeken voor die rol of wordt hij gewoon uitgeschreven. Maar dat is even afwachten. Ik ga nu eventjes aan de gang en dan zal ik jullie bij de douche er gewoon even bij zitten, want dat is het makkelijkst. En ik ga even wat vliegen doodmappen. Dus ik ga eventjes muziekje aanzetten en dan ga ik wat doen. Zo, ik ben moe. De katten hebben net gegeten en alles is ook klaar. Ik heb nu mijn spiegels ingesprayed met glasspray en daarna met keukenrol gedaan. En dat werkt wel heel goed, want dan heb ik geen strepen. Voor de rest, ja, alle groenten afgehaald. Even het eten dan weer opgeruimd. Dus mijn was die draait nog, die kan ik vanavond ophangen. Dus ik ga zo lekker relaxen. Vanavond weet ik nog niet echt wat ik kijk. Ik kijk sowieso het spelletje. En je hebt geloof ik uitstel van een executie. Ik ga sowieso, het zal me een zorg zijn, terugkijken. Maar voor deze weet ik het nog niet, want er is niet heel veel op. Ik wil sowieso nog eventjes mijn blogpost online zetten vandaag. En ik ga vanavond weer verder met de foto's voor de blogpost van morgen. En ik probeer nog even de vlog af te maken. Dus op zich een rustig avondje. Ik kijk sowieso de team en Rex. Straks douchen en eten. En dan ga ik op de bank op. Het wordt nu wat meer warmer weer. Dus ik hou maart ook echt vast voor morgen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het randje bij mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten. En krijg je melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!